Uiteindelijk krijgen we dus een scherm dat er als volgt uitziet. Hier in dit geval hebben we het station opgestart met op zich een versie van Desyncfs, in dit geval versie 181. En we hebben een groep ID 20698. De DMR van dit station is 2064010. Deze wordt uit het toestel gehaald en het station is ingesteld als master. We kunnen in deze velden gegevens invullen. Bijvoorbeeld ON4RST. We zien dan dat er ook automatisch de private ID van dit station wordt aan toegevoegd. Met deze gegevens kunnen wij opvragen of het tegengestelde station, in dit geval ON4RST, online is door online check. We zien hier online check onderaan verschijnen, start, en hij zegt has succeeded. Dat wil zeggen dit station is online. Zo heb je nog een aantal andere functies zoals location request, die dus in principe u de gegevens geeft van de GPS-positie van het tegengesteld station. Wie dat er online is, hier zien we dat ON4RST online is en welke stations dat er gehoord geweest zijn. Het zijn de 5CLM, wat dit station is, en ON4RST. Zo zijn er nog wel wat gegevens zoals het gebruikte netwerkkaarten, die u weergeven welke adressen hier zijn ingesteld. En we zien hier bijvoorbeeld dat deze PC een lokaal adres in het 10-segment heeft, vandaar dat wij ook de instellingen hier 11 hebben moeten gebruiken. We hebben hier het event window. Hier komen een aantal meldingen op. Die kunnen gewist, gekopieerd naar clipboard voor eventueel errormeldingen. Of het kan ook gesloten worden. Dit vinden we hierin terug. Het message venster laat ons toe om berichten die uitgewisseld zijn, want Desyncfs laat ook toe om manueel berichten in te geven, te bekijken. We zien dat door een bepaalde vraagstelling. We kunnen hier zeggen laatste groep messages bijvoorbeeld, of laatste private messages, en door show te drukken. We zien dat er geentje zijn, dus we hebben daar eigenlijk weinig informatie over in dit geval. Zo heb je ook een aantal settings in de database, zoals serials, last records en noem maar op. Messages from other, en kun je dan door execute laten uitvoeren, krijg je hier gegevens. De statuscommando hebben we zo dadelijk overlopen, maar hetgeen wat vooral belangrijk is voor jullie is de transmitcommando's. Bij de transmitcommando's sturen wij hier een identificatie om te zeggen dat we online zijn. Dat kunnen we manueel doen. We kunnen een alert call doen naar een ander toestel. We kunnen een privaat bericht sturen of we kunnen een group message sturen. Het synchroniseren van ons filesysteem gebeurt door het sturen van transmit work dir changes. Bovenaan hebben we ook een aantal menu's. Het afsluiten van het programma gebeurt via de file exit program. Deze worden later in detail uitgelegd. Vermits wij een setup hebben die samendraait met FL message, gaan we nu verder kijken naar de installatie van FL Message. De installatie van FL Message gebeurt door het installeren van een van de versies van FL Message. Het maakt in wezen niet zoveel uit welke versie het is. Ik denk momenteel zit men aan versie 4.0.5 en dus die kun je gerust installeren. De gegevens waar je deze files vindt, kon je terugvinden in de installatie van Desyncfs, waar dat hier linken vermeld staan naar de website zelf en waar dat je dan op de website zelf FL Message terugvindt via deze link en dus op deze manier via setup kan downloaden en installeren. Bij de eerste opstart van FL Message krijgen we de vraag of we de communicatie in expert mode of in service agent mode willen. Wij starten natuurlijk met expert mode en wordt ons ook gevraagd voor het instellen van de configuratie.
Hierin gaan we de callsign gebruiken die we ook ingesteld hebben in de configuratie van DSyncFS. Tevens passen we hier wat gegevens aan, zoals datumlocatie, locatie van uur en wat andere gegevens. Eens we deze instellingen gedaan hebben, kunnen we aan de slag. We zien hier FL Message. Wanneer dat opstart, hebben we hier de configuratie settings. En we zien dus hier dat we een callsign hebben ingesteld. Bij FL Message kan je gebruik maken van een aantal formulieren. Wanneer wij gebruik maken van het BIRS formulier, vinden we dat terug onder Form, Custom, BIRS Radiogram. Ik heb er hier nu eentje opgetoverd en we zien dat deze website geopend kan worden om dit formulier in te vullen. Het invullen van dit formulier kunnen we checkje doen en het doorsturen. Als ik dit formulier open, dan zien we hier in de folder NBAMS ECS Messages alle berichten die we gekregen hebben. Hier zien we dat er een filter op staat. Deze kunnen we tijdelijk even uitzetten door All Files te kiezen. En we zien nu bijvoorbeeld hier het bericht wat ik u juist heb laten zien. Het invullen van dit formulier resulteert in het bekomen van zulke lijst. Heel korte stukjes tekst met de naam en de gegevens erachter. Deze kunnen we bewaren, save as, een nieuw bericht. Automatisch wordt er een nieuwe datum en tijd aan toegevoegd, als ook een volgordenummer. We zien dat de berichten hier vooraf gegaan worden door een TG-nummer. Dit wordt achteraf bij de synchronisatie eraan toegevoegd. Een nieuw bericht zal dus starten met de callsign. We kunnen dit even controleren. Als we hier terug via open gaan kijken, dan zien we dat dit nog geen voorvoegsel heeft gekend. Op deze manier kunnen we dus verschillende berichten klaarmaken. Eens we een aantal berichten hebben klaargemaakt, gaan we met DSyncFS deze berichten versturen. Om deze over te brengen vanuit FLDigi naar DSyncFS, maken we gebruik van de menuoptie FL Message Sync. We zien dat er een aantal dingen gebeuren en als laatste stuk zien we dat er ook een file gekopieerd wordt. Door een druk op de spatiebalk wordt dit scherm verlaten. Op dit moment zitten de gegevens klaar om verstuurd te worden. Het versturen van de gegevens doen we door middel van Transmit Work Tier Changes. En wat zien we? Er wordt hier een file aangemaakt en die wordt verstuurd. Op het tegenliggend station of de andere stations komt er hierdoor een eventvenster op dat aangeeft dat een bepaalde batchfile is binnengekomen. We kunnen dit wissen en sluiten. Willen we nu deze berichten kunnen lezen in FL Message, gebruiken we hier evenzeer de menuoptie FL Message Copy. Eens we deze hebben uitgevoerd, kunnen we via File Open de berichten gaan lezen uit de folder. En we zien dus hier deze berichten binnengekomen zijn. We zien hier de velden. Willen we dit in een meer leesbare vorm, dan kiezen we View Form. En we zien dus hier het bericht wat we verstuurd gehad hebben. Dit is de korte methode en korte uitleg van hoe dat FL Message en FL Digi aan elkaar geknoopt zitten en hoe dit werkt. Veel testgenot!